Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Ik ben Nikki en vandaag ga ik jullie uitleggen wat er precies gebeurt in het filter en waarom die zo belangrijk is voor het aquarium. Ja, kan je al die verschillende waterwaarden als ammoniak en nitriet en nitraat en weet ik wat allemaal niet uit elkaar houden en snap je eigenlijk niet waarom dat filter nou zo belangrijk is, dan is deze video voor jou. Ik ga vandaag uitleggen wat er eigenlijk nou gebeurt in dat filter en waarom het zo belangrijk is dat we ons aquarium indraaien, maar ook dat we snappen welke waarden binnen wat belangrijk is voor dat filter, waarom we dat moeten weten. Eigenlijk ga ik het vandaag dus hebben over de stikstofcyclus binnen het filter. Ons filter is namelijk het hart van het aquarium. Heel kort gezegd zorgt het filter ervoor dat het aquarium leefbaar is voor onze vissen. Het is echt het hart van het aquarium. Een niet goed draaiend filter zal nooit een gezond aquarium hebben. Goed, hoe doet hij het dat nou eigenlijk? Het filter zorgt ervoor dat de afvalstoffen van jouw vissen omgezet worden naar niet schadelijke stoffen. En zelfs voor een deel naar plantenvoeding. Dus ook voor onze planten is het filter heel erg belangrijk. Als eerste wat we moeten weten bovenaan die stikstofcyclus is ammoniak. Ammoniak wordt uitgescheiden door jouw vissen en is hartstikke giftig. Als je ook ooit ammoniak geroken hebt, het is een enorm gore geur, een heel sterke geur. En wil je absoluut niet in een aquarium hebben dat vissen heeft. Mocht jij ooit in een bestaand aquarium ammoniak ruiken, want je kunt het gewoon ruiken, gelijk verversen. Ammoniak is het giftigste natuurlijke wat je in het aquarium kan hebben. Maar ammoniak komt dus standaard in jouw aquarium voor. En daar komt jouw filter al om de hoek. Er is een bacteriegroep dat gaat groeien binnen jouw filtermateriaal dat ammoniak zal omzetten naar andere stoffen. Dit is de eerste bacteriegroep die zal komen in een indraaiend aquarium. De eerste, niet de laatste. Ammoniak zal omgezet worden naar ammonium en zal omgezet worden naar nitriet. Nu, laten we even kijken naar ammoniak, ammonium. Ammoniak is NH3, ammonium is NH4. Hoe hou je ze uit elkaar? Nou ja, ik heb mezelf inmiddels aangeleerd. Het eerste cijfer die komt vanaf 0 is degene die giftig is. Totaal niet scheikundig onderbouwd of whatever, maar misschien helpt het jullie ook. Dus, NH3. Is de giftigste. NH4 is ammonium. Deze is 3 à 400 keer minder giftig dan ammoniak en hoeven we ons dus ook niet zo'n zorgen om te maken. Het is ook nog eens zo dat ammonium voorkomt in aquaria met een pH lager dan 7. Ammoniak komt meer voor in een aquarium met pH boven de 7. Hoe harder het water, hoe meer ammoniak. Dus heb jij een aquarium met een lagere pH, dus een pH onder de 7, dan wordt het omzetten naar ammoniak veel makkelijker, zal je eerder ammonium hebben en heb je ook minder last van ammoniak pieken, want ammonium komt minder voor. Dat heeft dus te maken met die pH-waarde, zal ik jullie verder niet meer lastigvallen hoe dat precies zit, maar ammoniak, ammonium. Die ammonium hoeven we eigenlijk dus niet zo naar te kijken, maar omdat het dus afhankelijk is van die pH, hoe hoog jouw ammoniak in vergelijking is met jouw ammonium, meten we altijd NH3/NH4. Tenminste, de goedkope testen waar wij hobbyisten mee doen. Je weet dus nooit precies of het ammoniak of ammonium is. Ja, dat kun je dus nagaan aan de hand van jouw pH. Hoe harder het water, hoe meer ammoniak, hoe giftiger het dus is. Nu, door. Ammoniak wordt dus omgezet naar ammonium en nitriet. Nitriet, daar heb je vast wel van gehoord. De nitrietpiek waar we altijd zo mee uitkijken in een indraaiend aquarium. Die nitriet moet je weer niet in de war halen met nitraat. Nitriet is NO2, nitraat is NO3. Opnieuw, in dit geval werkt toevallig het ezelsbruggetje. Degene die het dichtst bij nul zit, is de giftigste. Dus in het geval van de stikstofcyclus werkt dat ezelsbruggetje. NO2 wil je nog steeds niet in het aquarium hebben. En die nitrietpiek heb je vermoedelijk wel van gehoord, want daar wachten we altijd op in een indraaiend aquarium. Het is namelijk zo dat vanaf het moment dat er nitriet komt in jouw aquarium, er een tweede bacteriegroep zich gaat ontwikkelen binnen jouw filter. En die bacteriegroep gaat jouw nitriet omzetten naar nitraat en fosfaat onder andere. En nitraat NO3 en fosfaat PO4 zijn niet meer giftig. Je wacht dus op die nitraat. Je wacht op de nitraat. Wanneer het nitriet dus naar de nitraat wordt omgezet.
We hebben dus met z'n allen altijd over die nitrietpiek en niet over een ammoniakpiek. Want die ammoniakpiek komt eerst, vervolgens komt de nitrietpiek. Hebben we de nitrietpiek gehad, is het veilig voor de vissen. Ze heeft helemaal geen zin in een indraaiend aquarium op die ammoniak te letten. Want de nitriet, die komt daarna pas. Dus we kunnen beter op die nitriet focussen. Wanneer jouw aquarium nitraat begint te krijgen, weet je dus dat ook bacteriegroep nummer 2 bezig is geweest om jouw nitriet naar nitraat om te zetten en om jouw aquarium leefbaar te krijgen voor vissen. Deze cyclus gaat non-stop door in dat aquarium. En die bacteriegroepen zijn super belangrijk om jouw aquarium dus gezond te houden en leefbaar te houden voor jouw vissen. Nu is het ook nog eens heel erg leuk dat nitraat en fosfaat, hè, het einde van jouw stikstofcyclus, dat is het rijtje dat we hebben, daarna hebben we het weer gehad, voedingsstoffen zijn voor jouw planten. Dus ook nog, zorg dat filter er dus voor dat jouw planten ook nog eens voeding krijgen. Weliswaar heeft een plant meer nodig dan puur en alleen nitraat en fosfaat. Maar goed, dat is niet voor deze video. Die nitraat en fosfaat wil je dus juist niet op nul hebben. Want dan heb je aan planten weer te weinig voeding. Dus maak je geen zorgen om die nitraat en fosfaat. Die zijn niet giftig. NO3, PO4 niet giftig. Die NO2 wel. En vooral die NH3 is heel erg giftig. Goed. Ik hoop dat het hierin iets duidelijker is geworden voor jullie waarom dat filter dus zo belangrijk is. En hoe dat dus werkt met die verschillende waterwaarden. Dat als je nu kijkt naar jouw testkoffer, dat je misschien wat beter snapt en begrijpt hoe het precies zit. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Hopelijk hebben jullie er iets van geleerd. Laat het me dan zeker weten in de reacties. En doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een volgende video. Dus doei!